Ik heb een tip voor je. Mijn tip gaat over hoe val jij in slaap. Wat is het laatste wat jij doet voor je gaat slapen? Nou, zoals je weet ben ik bezig met een workshop te gaan geven. Dat gaat heten The Reset of Body, Mind and Spirit. Nou, de reset begint voordat je gaat slapen. Want wanneer je gaat slapen, moet je eens nadenken, heb je 5, 6, 7, 8 uur waarbij jij in principe niets doet. Ik slaap gemiddeld 6 uur, maar ik gebruik mijn slaap effectief door een intentie te zetten voordat ik ga slapen. Dus mijn intentie voordat ik ga slapen bestaat uit verschillende onderdelen. Eén is een lange termijn intentie. En dat is bijvoorbeeld van hoe wil ik mijn 100ste verjaardag vieren. Dat klinkt een beetje raar, maar dat leg je allemaal uit een resetprogramma waarom het heel belangrijk is. En dat is dus mijn lange termijn zeg maar reset. En dan heb ik een reset voor mijn lichaam. Hoe wil ik dat ik de volgende ochtend wakker word? En dan geef ik een opdracht aan mijn lichaam. Ik geef mijn intentie aan mijn lichaam om gedurende de nacht volledig te ontspannen, te ontgiften, te revitaliseren, regenereren en te verjongen. En ik zie dus mezelf opstaan de volgende dag met enorm veel passie en enthousiasme. Dat is deel 3 van mijn tip. Voordat je gaat slapen, dat je wilt visualiseren hoe jij wakker wordt. En heb je nog een conflict of probleem dat je wilt oplossen, dan geef je aan je hersenen de opdracht, of aan je hoger bewustzijn, hoe je het wil noemen, om het probleem op te lossen gedurende de nacht. Dus je gaat jouw computer beter gebruiken gedurende de nacht, door het precies te instrueren zoals jij dat zou willen. Dat is een tip die wij in de diepte gaan behandelen in de Reset-programma voor entrepreneurs. Reset your body, mind, spirit.